Dus dat is helemaal geweldig. Ja. Is het jaar goed? Ja. Mooi. Hallo. Helemaal geweldig, hoi. Welkom bij weer een gloednieuwe Picknicken met. En in deze aflevering picknicken we met Tamar. Dit is echt de beste intro ooit. Ja, inderdaad. Welkom bij 50 vragen met. Ja. Waarin Tamar ze allemaal gaat beantwoorden en één joker heeft. Ja, één joker. Ik had nee, er toch meer. Jij hebt er twee, bedoel ik. Ik heb twee jokers. Omdat ik de vorige aflevering verloren had van Leon. Oké. Wacht, jij moet het ook beantwoorden. Maar ik heb ze al een keer in een video beantwoord. Maar ik wil ze best ook wel voor jou beantwoorden. Maar hoe kan ik dan voor jou winnen? Want dat is waar het allemaal om draait. Nee, in de vorige aflevering heb ik het dus gedaan. Oké. Wat toen de vijfde aflevering special was. Mm-hmm. En daarom ging ik alle vragen beantwoorden. Maar het nadeel was, het waren juist vragen die super irritant zijn. Die anderen moeten beantwoorden. Okay. En niet die ik zelf moet beantwoorden. Want ik ben daar veel te goed voor. Dus ja. Let's go. Het gaat van makkelijk naar moeilijk. Oké, ik vraag me echt af wat voor vraag je daar opgeschreven. Maar oké, ja, let's go. Je bent ook het allereerste meisje met wie ik het doe, dus dat is ook superleuk. Oeh, spannend. Heb je ooit een verkeersbord gejat? Ja. Wanneer heb jij een verkeersbord gejat? Die van mijn eigen straat. Maar geen context, heeft het nodig. Oh, maar ik zag jou er ook echt gewoon voor aan. Ik las die vraag en ik dacht, Tamar heeft het 100% gedaan. Ik heb ook een verkeerspion in mijn huis staan, maar dat is weer een heel ander verhaal. Ben je ooit dronken geweest? Ja. Geen context needed. Heb je ooit ingebroken in een verlaten gebouw? Nu moet ik even nadenken. Dat is een bunker als een verlaten gebouw. Als het verlaten is wel. Als magnaties rondlopen niet. Oké, ja. Echt, jij hebt echt het tofste leven wat er bestaat. Ja, natuurlijk. Wat zou je doen met 1 miljoen euro? Investeren, eigen bedrijf. Ja, dat is toch wel even het slimste antwoord dat je kan zeggen. Sowieso. Ja, je kan lichter aan hoe... Kijk, weet je, ik was dus laatst aan het denken. Dat heeft ook heel erg te maken met, zeg maar, je huidige situatie. Want stel je voor, ik ben ziek en ik heb nog maar, zeg maar, 2 dagen te leven. Dan zou ik mijn miljoen euro niet investeren in het bedrijf. Maar, I don't know, dan zou ik het in mijn testament gooien. Oh nee, hoe noem je dat? Een testament, ja. Zodat andere mensen het krijgen, want ik heb dan niks van 1 miljoen euro. Maar op dit moment investeren, want ik denk dat ik nog leef. Hopelijk. Ja. Wil je later trouwen? Ja. Met mij. Wil je beroemd worden? Even nadenken. Nee. Wat doe je dan in mijn video? Dit wordt wereldberoemd word ik. Nee, weet je? Het lijkt me best wel irritant om, zeg maar, dat iedereen je herkent, maar gewoon een beetje chill beroemd. Weet je wel? Gewoon melkweg of zo. Dat lijkt me wel... Weet oh ja. Je? Gewoon dat je gewoon kleine zalen kan vullen en je... Gewoon 10.000 volgers op Insta, zo moet je het voorstellen. Waarin je voorleest uit eigen werk. Ja. Ah, ja. Wie is de slechtste Nederlandse YouTuber? Harm Frodo. Waarom zegt iedereen dat? Iedereen vindt dat grappig om te zeggen. Omdat dat iets te voor de hand ligt. Okay. En meestal daarna zegt iedereen, ja maar ik kijk helemaal geen Nederlandse YouTubers. Ja, maar daardoor weet ik juist waarom die de allerslechtste zijn. Oké. Nu ga ik echt haters krijgen, want ik denk echt dat heel veel... Nou, oké. Enzo Knol is een van de slechtste YouTubers uit Nederland. En iedereen haat me daarvoor. Waarom dan? Ik vind hem irritant. Hij heeft soort... Zeg maar, ik heb altijd het idee dat hij niet oprecht is in alles wat hij zegt. Hij moet om alles lachen. Hoe kan je om alles lachen? Dat is gewoon niet menselijk. Oké, ja. Nu heb en hij is ook Knolpower. Dat is toch echt zo narcistisch. Dat zei jij ook in mijn vlog. Juist op onder. Knolpower! Ja, maar dat was sarcastisch. Ja, nee, dat geloof ik nu niet meer. Het is alsof ik elke keer naar iemand toe loop en zeg ik bokkenpower. Ja, leuk toch? Dat is toch zo narcistisch. En dan ga ik ook allemaal merch van mezelf dragen met mijn eigen hoofd erop, waar heel gewoon bok op staat. Nou, dat kan niet. Bok ook. Ja. Ananas op pizza. Echt overrated vraag. Echt kan. Ik vind die heel lekker, maar het kan. En dat mensen er zo agressief over worden, vind ik overbodig. Ja, maar dat heb je ook met is paardrijden sport, dus ja. Ja, maar dat is gewoon grappig, die vraag. Dat, oh, dat is wel hartstikke sarcastisch. Paardrijden is een sport! Paardrijden is namelijk een sport. Iedereen die zegt dat paardrijden niet een sport is, die maakt er een grapje van om mensen te triggeren. Die vinden dat paardrijden ja, precies. Maar oké. Ik vind Formule 1 ook geen sport. Nou, dat vind ik gewoon. Maar als je Formule 1 niet een sport vindt, is paardrijden ook geen sport. Ja. Nou, oké. Met wie was je eerste kus? Joker. Ja, hoezo? Dat ga ik mooi niet vertellen. Nee, dat is echt voor... Dat is andere drama. Ja, nu moet ik alles beantwoorden. Oh nee, ik heb er nog eentje over. Ja, je hebt er nog eentje over, ja. Oké. Heb je ooit verkering gehad? Als in, zeg maar, een oprechte relatie of na basisschool? Niet na de basisschool. Ah.
net uitgemaakt voordat ik naar de middelbare. Leuk. Ja. Waar ben je bang voor? Oei. Oké, ja. Weet je, wat voor een antwoord wil je dan? Waar ik oprecht bang voor ben of wat ik gewoon niet chill vind om te vinden? Om, zeg maar, je hebt die bang voor à la spinnen en hoogtes. Maar je hebt ook bang voor waar je oprecht... Waar ben je het allerbangst voor? Als ik je 's nachts uit je bed trek en dat gaat gebeurt of dat gaan we doen of daar gaan we naar kijken. Dat je dan echt denkt, dan ga ik liever dood. Zo. Oei, dat vind ik lastig. Wel een goede manier van vragen stellen. Trouwens. Ja, inderdaad. Moet ik nadenken. Nou, ik ben allemaal van die true crime dus nu aan het luisteren. Van die podcast en van die boeken aan het lezen. Mm-hmm. Daarmee hoor je wel echt dingen er voorbij komen. Van ik denk, oh, als mij dat zou overkomen, zou ik het echt niet willen. Dus, dat had ik toen een keer lezen. Dat was één man. Dit is het meest complicated antwoord dat ik ooit gehoord. Ja. De vorige keer was het hoogtes en dat ik dood ga. Dus ja. En maar dat ik dood ga, hoor je niet bang voor het zijn. Nee, precies. Gebeurt toch wel. Ja. Nu maak je al mijn kijkers bang. Wat is het domste dat je ooit gedaan hebt? Economie in mijn vakkenpakket kiezen. Duidelijk. Duidelijk. Sowieso. Wat is je favoriete serie? Op dit moment? Op dit moment. Wacht even, we wachten heel even op de wind. Ja. Ik heb een slow-mo van editen. Het moet eigenlijk nog iets harder zijn. DOA vind ik een heel goede serie. En wat gaat het over? Een meisje... Ja, het is echt heel strange is het. Het is een beetje een soort van meisje die komt blind terug. En die was toen opgesloten een jaar lang in een kelder. En er gebeurde allemaal andere gekke shit. Je moet maar kijken. Maar het is vooral gewoon, ook gewoon grafisch heel nice. Staat op Netflix? Ja. Hoe heet het? DOA. Dus gewoon D in het Engels en dan een O en een A. Oké. Okay, ik zal eens een aflevering checken. Goed zo. En dan jou vertellen hoe raar je bent. Nee, grapje. Ja, nou, ik denk dat je het echt een gek serie gaat vinden, maar oké. Okay. Heb je ooit afgekeken? Afgekeken? Op een toets. Oh, ik dacht al. Nee, natuurlijk niet. Videoers. Nee, weet je... Dat gaat wel eens gewoon dat je gewoon even zit van, ik weet het niet. Hoe? Oké, dank je. Maar het is niet dat ik echt oprecht antwoorden heb te overschrijven van mensen, gewoon van zin tot zin. Snap je? Dat is precies hetzelfde. Hoe? Ik zie wat nee, daar staat. Nee. Want dat zeg maar, soms dan zie je gewoon iemand anders A voor je opschrijven tijdens voor zijn D-toets. Dan kan ik het gewoon echt niet laten om dan gewoon niet A te schrijven. Maar het is niet dat ik oprecht... zo aan het bezig ben. Maar oké. Okay. Ja dan. Maar het is niet dat ik elke toets afkijk. Het is ja, gaat nou niet goed praten. Lucas, die had dus bij het nou, ik praat ook niet goed hoor. Soms is afkijken echt slimmer dan zelf je antwoord opschrijven. Als je een domme docent hebt. Ja, oké. Okay. Zeker. Wie is je celebrity crush? Ja, daar was ik dus later aan het nadenken. Maar ik heb er oprecht... Ik denk dat ik er geen heb, want iedereen kijkt. Dan krijg je heel snel die kant-en-klare antwoorden van Timothy en Leonardo DiCaprio. Maar die vind ik allemaal niet per se zo knap. Moet ik nadenken. Ja, nee, iedereen zegt in eerste instantie altijd dat ze er geen hebben en komen daarna wel met een goed antwoord. Ja, ik heb er dus geen ja. in eerste instantie. Ja, nee, maar dat is geen antwoord. Oh. Want het begint met wie en dan kan je niet zeggen niemand. Nou, dan gooi ik gewoon Leonardo DiCaprio, maar dat is hem niet. Maar ik zeg het wel. Het is echt Leonardo DiCaprio. Wil je zo'n Titanic edit maken? Ja. Dat kan ik niet. Ben je ooit ontslagen? Nee. Tuurlijk. Want ik heb echt maar één baan gehad in mijn hele leven waar ik nog steeds werk. Dus. Wauw. Wanneer heb je voor het laatst gehuild? Gisteren, de boot. Toen flikkerde ik gewoon een trapje af. Maar dat was toch niet heel hard huilen, maar het deed heel veel zeer. Het was gewoon huilen van pijn. Ja. Maar dat is niet Jawel, dat is goed dan. Schaakmat. Ja. Wat is het liefste dat iemand ooit tegen je gezegd heeft? Kutouwer. Nee. Piep, piep. Oh, dat mag niet. Voor de kinderen. Wat ga ik zeggen? Weet je, daar let je dan een soort van niet op. Het is niet dat oprecht iemand dan zeg maar... Ik denk dan, ik hou van je het allerliefst is. Want ik denk maar dat zegt echt iedereen. Ja. Tel maar even mee, jongens. Ik hou van jou. Ik hou van je. En zeg alsjeblieft niet, ik hou van jou. Want wat waren de antwoorden van alle vorige? Oh.
Ja, dan, nee, dan komt iedereen erin die dat al gezegd heeft. Dus, drop in de comments dat je van me houdt. Wat? Oké, ja. Iedereen doe zegt dat toch? Ja. Ja. Oké, ga door. Zou je een moord kunnen plegen? Ja. Zo'n straight ja is gewoon echt eng voor de CIA. Nou, weet je, ja, want zeg maar bepaalde omstandigheden zou iedereen moorden, heb ik het idee. Kijk, op dit moment zou ik het niet kunnen. Ik zou nu niet, als er een man langs voorbij loopt en je zegt, ik geef je 15 miljoen, schiet die persoon neer, dan zou ik het niet doen. Niet 15 miljoen euro? Nee. Ook niet als hij 90 is? Dan ben je gewoon huurmoordenaar, praktisch gezien. 120. Loopt een oude man met een rollator, die is 120. En dan kan ik hem beter gewoon laten struikelen, prof. Een jaar te leven. En als je hem kilt, dan krijg je 15 miljoen. Ja, weet je, dan krijg je dus weer van die morele issues. Want dan denk je, oeh, als ik nu één man dood en dan kan ik met dat geld bijvoorbeeld nu 15 kinderen in Afrika redden. Mm-hmm. Maar nee, dan zou ik het alsnog niet zelf willen doen. Ja, anders had ik de titel kunnen noemen, Tama is huurmoordenaar. Dat mag ik nog wel doen hoor. En dan komen ze gewoon achter dat ik er niet ben. Ah, wat is de mooiste plek op aarde? IJsland. Ben je daar ooit geweest? Nee, maar het is wel de mooiste plek op aarde. Ik wil er wel heel graag naartoe. Ja, ik wil er ook nog heel graag een keer naartoe. Ja. Zullen we samen gaan? Tjing tjing! Heb je wel eens iemand verklikt? Verklikt? Ja. Gewoon omdat je snitch bent. Ja? Ja, mijn zus. Waarom? Dat doet iets irritant. Weet je wel, dan, I don't know, dan pak ze je eten af. Zeg, ah, Talita heeft dat gedaan. Nee? Nou, mijn zus is niet echt iemand die mijn eten afpakt. Ja, maar zeg maar als klein kind. Ja, toen... Zo voor je bent aan het spelen en één persoon heeft een poppetje gesloopt en je bent boos. En je bent een 3-jarig kleutertje of zo. Nee, ik ga altijd, ik wist wel toen ik klein was, ging ik altijd smijten met mijn knuffels. Dus. Wat is dat dan? Nee, maar zeg maar in de lucht, dus à la parachute. Dus dan pak je ze en dan gooi je ze echt 10 meter in de lucht en vang je ze op en denk je, haha, save your time maar. Nee? Dat. Heel goed. Kun je koken? Ja. Heel goed. Maaltijdsalade kan ik heel goed koken. En gebakken eitje. Nee, ik kan wel koken. Ik doe het niet heel vaak, maar als ik kook is wel lekker. Maar dus stel je voor, je bent 8 dagen lang alleen thuis. Dan zou je eventueel wel kunnen koken. Ik heb gewoon oprecht groenten en zo gekocht. Om een dag een groentesoep te maken. Deze 8 dagen. Dus dan wil je een keer laten zien, ik ben Tamar en ik kan koken. En dan ga je groentesoep maken. Van verse tomaten. Oh, nee, maar dan is het meteen goed. Ja, natuurlijk. Wow, daar gaat mijn stem. Hoe vaak per dag kijk je op je telefoon? Meer of minder dan 100 keer? Zou ik mijn telefoon hier hebben? Want dan kan je kijken hoeveel uur ik erop heb. En die ligt achter je. Kijk. Harde flex. Ik heb 1000 pootsticker van Appie. Ik zit er nog steeds op. Vind ik cool. Ik had altijd een ticket van Maduro Dam erachter zitten vroeger. Handig? Voor als je nog naar Maduro Dam kan. Nee, dat was al verlopen. Ja? Nee, oké. Okay. Waar staat dat schermtijd? Ik zit echt flink veel op, denk ik wel. Oké. Okay. Oh, wat jammer. Het laat niet. Ja, we zitten ook in the middle of nowhere. Oh, 2 uur en 37 minuten. En staat er ook hoe vaak je hem aangeklikt hebt? En daarvan zit ik per week 7 uur op Instagram. Dus elke dag een uurtje dus op Instagram. Dus mocht je het daar maar willen bereiken... Instagram ben ik vaker op te vinden dan op WhatsApp. Dat is wel handig. Ik ga je voortaan een Instagram DM sturen. Oh, in mijn DM sliden. Jaas. Geloof je in God? Ik geloof in God, maar ik geloof niet in geloof. Oeh, dat is diep. Nou, zeg maar, oké, dit klinkt heel gek. Ik geloof in God, maar ik geloof niet dat je dan een bepaalde religie daaraan hoeft te koppelen. Want ik geloof dat elk godsdienst is in kern gebaseerd op hetzelfde. Mm-hmm. Namelijk dat er iets boven je staat en dat je dat waardeert. En vervolgens vind ik dat als je eenmaal erkent dat zeg maar iets boven je staat, mag je er geen woorden aan koppelen, want het staat boven je. Dat kan je dan ook niet. Maar wat heb je er dan nog aan om te weten dat je gelooft? Ik heb er niks aan, maar ik weet wel dat ik weet dat ik een kern in me heb. Een kern van bestaan ofzo. En vind je dan ook dat je je goed moet gedragen omdat je gelooft? Ik vind dat je goed moet gedragen niet omdat je gelooft, maar omdat je goed wil gedragen. En als je goed gedraagt wegens je geloof, of als je gelooft omdat je dan in de hemel komt of zo, dan ben je echt bullshit gelover. En als je goed gedraagt omdat je iets terug wil doen voor degene die jou gemaakt heeft?
Ja, maar ik vind dus niet dat je zulke menselijke woorden kan praten over de persoon die je gemaakt heeft. Wil je iets liefs aan terugdoen? En wat als de persoon die je gemaakt heeft toevallig een boek van 800.000 woorden heeft gegeven waarin hij beschrijft wie die is? Wat als dat niet een oprecht feit is? Wat als de Bijbel wel een oprecht feit is? Ja, en dan? De Joden, de moslims en de christenen hebben de eerste 5 boeken gemeen. Dat is meer dan de helft van de wereldbevolking. Maar is het niet gek als je denkt dat zeg maar, iets zeg maar, zo groot is? Dat is niet gek. Dat je denkt dat iets echt... Nee, daar probeer ik in mee te gaan. Dat je als je gelooft dat iets echt helemaal boven je staat en heel belangrijk is... Dat je dan denkt dat je als mens in staat bent erover te spreken. Tuurlijk. De mensen die Jezus hebben ontmoet, konden er toch ook over spreken wat hij gedaan heeft? Ja, oké. Hier zit het niet meer helemaal op. Oké. Ja, iedereen gelooft zijn eigen ding. Maar ik geloof in God, maar ik geloof niet in het christendom, denk ik. Maar mijn ouders zijn wel christelijk. Mijn moeder was een non en mijn vader een theoloog. En hier ben ik. Wauw, mijn zus is een theoloog en mijn vader. Geweldig gezien. Zijn, ja, christendom. Ja. Rules. Wat is het mooiste boek dat je ooit gelezen hebt? De Bijbel. Sorry. Fantasia 10 of Carrie Sleken. Achtste groepers huilen niet. Moest ik zo hard van huilen. Ben jij dan ook iemand die sinds groep 8 dan geen boek meer gelezen heeft? Nee, ik lees echt wel boeken. Maar het grappigste boek dat ik ooit heb gelezen. Oh, heette die ook weer. Ik weet niet of je weet waar ik het over heb. Het heeft zo'n heel oude man op de voorkant. En het gaat dan over een man en die vertelt hoe zijn dagen verlopen in een bejaardentehuis. En dat is heel grappig. Ik denk dat een bejaardenhuis op dit moment niet heel grappig is. Ik ga het opzoeken, want ik heb een e-book ervan. 1 seconde. Ja, natuurlijk. De kijkers hebben alle tijd. Ondertussen wil ik graag even zeggen dat jullie kunnen abonneren. Een like. En vertellen dat je houdt van Tamer in de comments. Oké. Goeie boeken die ik heb gelezen. Oh ja, het heet Pogingen iets van het leven te maken. Daarnaast vind ik Montaigne een goed boek. En even kijken tussen mijn lijstje. De Naam van de Roos is ook goed. Aha. Tada. Geloof jij in toeval? Dat is vrij lastig, want je gelooft niet in geloof. Ja, ik heb volgens mij eens een keer een artikel gelezen of zo dat toeval dus wel bestond op een wetenschappelijk niveau. Dat heel de wetenschap daarvan in de war was. Want weet je, ik geloof dat alles een reactie op alles is. Dus ik geloof dat ik op dit moment zo tegen je praat. Omdat ik zo mee opgroeit. Maar, ik weet het even niet meer zeker, maar volgens mij geloof ik wel in toeval, maar ik kan even dat voorbeeld even niet meer ophalen. Maar ik heb er ooit iets van gelezen dat dus zeg maar ergens in de ruimte of zo oprecht toeval bestaat, maar ik weet het niet meer. Nou, oké. Okay. Aha. Wat is de mooiste film ooit? Gravity. Is grafisch de beste film ooit? The Lobster is een heel goede film. Even nadenken, wat ik vind nog heel. Die is vooral heel grappig. En E.T. en Wally zijn goede films. Ook leuk dat je dan 4 antwoorden geeft. Graag gedaan. En maar het zijn allemaal 4 heel belangrijke films op een ander niveau. Zeg maar, de een is qua storyline heel goed, de ander is gewoon heel grappig, de ander is gewoon heel mooi. Ja, precies. Ja. Nee, ja, dat heb ik bij mijn vlogs ook. De is heel grappig, de ander is zo mooi. De ander is heel goed grafisch ontworpen. We zitten echt op de meest rare plek ooit. Ik kom er nu achter dat er achter een begraafplaats ligt. En ik loop een hele preek te houden over waarom God niet bestaat. Omdat de dood echt niet iets is waar je over hoeft te zeiken. Nou ja, hier merk je het tegendeel. Ja. Gefeliciteerd. Geloof je in het lot? Hoe bedoel je het lot? Dat je geboren bent om iets goeds te doen met je leven. Is dat het enige lot dat je kan hebben? Dus je kan niet worden geboren om iets slechts te doen met je leven? Dat is mijn vraag. Ik geloof dat je in een bepaalde omstandigheden kan worden geboren waardoor je een lot hebt. Maar ik geloof niet dat een kind op zichzelf een lot heeft. Oké, ja. Je geeft dan nooit antwoord op ja, met ja of nee. Nee, op een ja of nee vraag. Sorry. Kan je navigeren? Ja, een soort van. Zeg maar, ik kan niet navigeren als ik het in mijn oor hoor. Dus ga nu naar links. Dan ben ik echt van, wat links, waar? Maar op elkaar wel. Oh ja. Weer geen ja of nee antwoord. Ja, nee, ik heb dus altijd vrienden dat we echt letterlijk 20 kilometer meer fietsen dan wat we oorspronkelijk moeten fietsen, omdat gewoon niemand het vindt. Dus ja, dat is super naar.
Hoeveel talen spreek je? Oké. Ik spreek Nederlands. Ik spreek soort van Duits. Ik heb het in mijn pakket echt al 5 jaar, kan nog steeds niet, maar oké. Nee, 4 jaar. Even correct zijn. Ik spreek Engels, ik spreek een beetje Frans en ik ben bezig Russisch te leren, dus 5. Maar ik kan van Frans niet zeggen dat ik het spreek, dus doe maar 4. Ik spreek er 28. Oké. Zullen we voortzetten in Chinees? Jij, Janta, Munchin, Laikan, Chen? Tripalovski. Japans kan ook. Wat betekent dat? Arino, Mama, No, Shikatami, Srino, Yo. Pols? A, B, C, D, E. Best wel scherp ook. Wiskin, W, Nathan, Gasmin, Staak. En nu Russisch? Die kan ik dus niet. De mooiste taal. Dit waren de 30 mildste vragen, dus nu komen nog de minder milde vragen. Ik heb nog één joker. Ja, nee, ik dacht dus maar eerst van, oh, dit zijn best wel lastige vragen, maar toen dacht ik later opeens, ja, maar er gaan sowieso mensen komen die keihard erin gaan omdat ze jokers niet willen gebruiken. Dus ja, daarom moeten er nog iets minder milde vragen in, dus nu komen er nog iets minder milde vragen. Nu komen dus heftige vragen. Ja, dus een beetje die vergelijkbaar met waar jullie over hebben gezet. Wat is je grootste leugen ooit? En tegen wie? Ja, dat is van die dingen die kan je dan niet op in één seconde bedenken. Lucas had destijds tegen mij gelogen dat hij niet met mij mocht afspreken van zijn ouders, terwijl zijn ouders dat wel mocht. Wat? Waarom? Waarom mocht dat is steen? Dat wil ik horen. Lucas en ik, die wouden... Ik wou met Lucas iets van middernacht en dan naar de Gabbelini. Om daar een soort spooktocht te gaan lopen. Leek me echt super vet. En dus ik had dat helemaal zitten plannen en zo. En toen ging jij op die zaterdagochtend, ging je opeens sturen van, yo, ik mag trouwens vanavond niet van mijn ouders. Dus, ik sprak hem een maand later met 50 vragen met. En toen vroeg ik, wat is je grootste leugen ooit? Toen zei Lucas, ja, ik lieg wel eens dat ik dan op de bank zit en dat ik zeg, ja nee, ik ben nu net weg met een andere vriend om onder een afspraak uit te komen. En toen zei ik, zeg je ook wel eens, dat mag niet van mijn ouders. Zegt hij, ja, dat zeg ik ook wel eens, want het mag altijd van mijn ouders. Toen dacht ik van, ik heb zoveel moeite in die hele spooktocht ja, gemaakt. Ja, inderdaad. En dat misschien kon op het laatste moment bang. Niet doorgaan. Oh, Lucas, dit is... En dus dat is mijn leven. Kan echt niet. Oké, nou, dat is... Maar wel zielig dat de grootste leugen ooit was. Zeggen dat hij niet kon afspreken. Oh, ik ben nu echt heel erg benieuwd waar jij mee kon dan. Nou, de grootste leugen is toch niet echt... Ik heb minimaal 10 keer al gezegd dat ik niet kon afspreken, terwijl ik wel kon afspreken. Is dat zo erg? Dat doet iedereen toch wel eens. Nou, ja, nee, maar ik heb altijd liever dat mensen even met een smoesje komen als ze de volgende keer er wel zin in hebben. In plaats van dan geforceerd maar smoesje, wel moeten. Ja, maar een smoesje is... Oh, hij was geforceerd. Ja, oké. Okay. Ja, dat is wel een ander verhaal. Oké, okay, even nadenken. Qua op zich, als iemand echt geen zin heeft om met je af te spreken, maar er gewoon nooit zin in heeft. En dan telkens smoesjes gaat doen, dat vind ik wel naar. Ja. Ik vind dan mag je het wel gewoon tegen mij zeggen van, yo, ik heb gewoon echt geen zin om met jou af te spreken. Maar dat doet het wel een beetje pijn. Ja. Kun je gewoon beter gewoon een heel goede smoes bedenken. Die gewoon altijd werkt. Ja, ik ben allergisch voor jou, dus helaas. Ik vind het wel mooi om af te stuipen. Ja, ja, ja. Hé, hey Harm, ik ben allergisch voor je, dus geef het nog meer. Hey! Bent u al geabonneerd op Harm en Frodo? Oh. Oké. Leuk toch? Heel heb je leuk. Nog een extra abonnee erbij? Ja, ik geloof niet dat hij geabonneerd is. Oké, okay, jouw grootste leugen ooit. We zijn er nu genoeg. Ja, ik weet het niet. Tuurlijk. Ik kan het, nee, want het mijn grootste leugen ooit. Dan kan je beter een persoon vertellen en dan moet ik het even nagaan. Want ik heb nu zeg maar, het is alsof ik in... Nu klink ik echt als een smeergrote leugenaar dat ik zeg, ik heb er zoveel dat ik het over één persoon moet hebben. Maar nee, het ding valt uit. Ja. Oh, we zijn 50 minuten aan het opnemen. Ja, het worden er 50 of zo. Ja. Oké, okay, wat is je grootste leugen ooit tegen Linda? Linda is haar beste vriendin. Oké, okay, bij deze Linda. Linda. Ik denk niet echt dat ik ooit heb gelogen tegen Linda. Geloof ik er helemaal net van. Waarover zou ik moeten liegen? Iets. Heeft u jou trouwens nog een app na de opname van Harvard College van 100 of zo? Iets daarover of zo? Nee, volgens mij niet. Oh, oké. Okay. Waarom? Nee, niks. Maar... Okay. Je draait omheen, Tamar. We willen... Nee, want ik weet het niet. Ik maak geen grapje. Anders zou Linda... Waarover moet ik liegen? Over dat we niet naar Schotland zijn geweest? Of zo? We zien dit als een joker. Nee, dat is niet eerlijk. Oké, joker. Jeez, ik kan dit helemaal niet beantwoorden.
Oké, okay, en mijn grootste leugen ooit was dat ik een snoepje had gestolen. In de snoepjes. Oh, wacht. Oké, ik heb een antwoord. Oké. Okay. Maar dat is niet een directe leugen. Oké, als kind heb ik dus echt... Toen we kwamen op het tankstation, kwamen er langs. En dan heb je altijd van die roddel magazines. Ja. Oké. Okay. En ik vond het leuk, er stonden grappige plaatjes op. Dus ik had 25 van die magazines. Had ik meegenomen en in mijn auto gepleurd. Toen zijn we door gaan rijden. En toen zag ik mijn ouders die magazines. Dus die waren even op een tower. Haha, dat kan je echt niet. Je hebt hier echt gewoon een budget van, I don't know, ik had 50 euro gejat. Mm-hmm. En toen daarna, toen we terugkwamen van vakantie, stopte weer bij hetzelfde tankstation. Moest ik daar naar binnen lopen en ik mocht niks zeggen. En ik voelde me zo schuldig, dat ik gewoon, nou, never mind. Daar kon ik gewoon niet tegen. Want ik was jong en ik wou het vertellen en ik mocht het niet vertellen van mijn ouders. Waarom mocht je niet vertellen en die magazines teruggeven? I don't know, ik had... Het was een massa roep. Dan was ik zo van, hey, hier is een maand later, hier zijn jullie, oh, jullie magazines terug. Ik kan ze allemaal al hebben gelezen, maar hier zijn ze. Nou, oké, never mind. Ik vind het een ontzettend goed antwoord. Beter dan, ik mocht niet met je afspreken. Ja, graag gedaan. Kunnen jongens en meisjes vrienden zijn? Ja. Dit is een hele awkward vraag. Mag je liegen in vriendschap? Ja. Je hoort het, Linde. Het is noodzakelijk, soms. Ja, dat is wel waar. Bestaat er één ware liefde? Nee. Dus je kan met meerdere mensen uiteindelijk trouwen? Liefde bestaat niet, jongens. Enkel een reactie van je koppie. Hoezo bestaat liefde niet? Omdat dat gewoon... Ja, oké, okay, ja. Oké, okay, jij zegt ik wil later... Jij zei op de vraag, wil je later trouwen? Zei je ja. Ja, maar daarvoor hoeft liefde nog niet te bestaan. Zeg maar hoe mensen liefde bekijken. Daar geloof ik niet in dat het zo is. Dus dat het oprecht iets is dat ware liefde of het... overvalt je opeens. Nou, dat kan dus wel allemaal gebeuren, maar het is allemaal in je hoofd. En het is heel mooi dat het allemaal in je hoofd is, maar liefde zoals het in de Disney-films is, zo bestaat het niet. Hoe bestaat het wel? Gewoon als reactie in je kop. Het is niet dat je gaat dansen. Oké, nou, liefde bestaat wel. Maar ik geloof niet dat het, zeg maar, buiten je hoofd bestaat. Maar dat is nooit... Ik geloof niet dat het ergens anders, of dat het een magische kracht is die op je valt. Ik geloof dat het enkel reactie is. Maar dus je kan het ook onderdrukken. Ja. Eng. Ja, natuurlijk. Dat gebeurt heel vaak. Door mensen die vreemd gaan en zo. Nou, oké. Okay. Ja, nee, goed voorbeeld. Is er buitenaards leven? Ja. En dan hebben we het niet over bacteriën. Ja. Gewoon echt ook aliens met... Ja, het is echt, je bent dom als je denkt dat het er niet is. Weet je wel niet... Oké, okay, het heelal is oneindig. Je hebt oneindig hoeveelheid kansen. Ja. Hoe dom ben je dan en hoe narcistisch ben je als mens als je dan als enige gaat beweren dat je de enige bent? Oneindig veel kansen en je zegt alsnog dat jij de enige bent die er is. Zeg maar, ik zeg niet dat ik de enige ben, ik zeg dat er nog 8 miljard anderen zijn. Maar... Ja, het feit dat in ons gevonden stelsel nu al potentieel leven is gevonden. En dan ga ik na dat er nog biljarden andere zonnestelsels zijn. Hoe kan je dan in hemelsnaam denken dat er nergens ander vorm van leven is? En dan zeg ik nog niet dat het intelligent leven is. Dat is weer een heel andere kwestie. Maar ik denk op zich ook dat er intelligent leven bestaat. Maar echt niet dat de mens dat ooit gaat vinden. Veel te weg. Vet cool. Ja. Ik heb echt veel te lang antwoord volgens mij. Nee hoor, nee. Die met... Vind ik een lange volgorde dit. Die met Sam die duurde ook 30 minuten. Maar ja, daar zijn we al bijna overheen. Dus maakt niet uit. Heb je hoogtevrees? Nee. Oh, ik vond jou wel iemand van hoogtevrees. Dank je. Hoezo? Dat is geen belediging. Hoe heette de leukste jongen op je basisschool? Hey, een paard. Paard. Zullen we zeggen dat paardrijden geen sport is? Mijn meester, dat was de allerleukste jongen op mijn basisschool. Hoe heette de leukste jongen? Dat was meester Wilbert. Nou eerlijk, meester Wilbert was echt wel een held. Jij was verliefd op je meester? Nee, een leuke jongen is... De leukste jongen, dat betekent ja. Nee, want op de leukste jongen hoef je dan niet zo te zeggen. Jij hebt 8 jaar lang basisschool gedaan en op de leukste jongen op de basisschool werd je niet verliefd. Hoe kan je een jongen leuk vinden op de basisschool? Oprecht, dat zijn echt hoopjes baby gewoon nog. Alsof dat op de middelbare school niet zo is. Kijk naar mij. Ja, oké, punt. Kijk naar Guido en Leon. Nou, Guido is geen hoopje baby. En Leon ook niet. Hoezo ben ik wel een hoopje baby en zij niet? Ik maak een grapje. Oké, ik ben er wel mee eens eigenlijk. Kan je iedereen vergeven? Nee. Dat dacht ik al. Waarom? Geen idee, ik vond jou zo iemand die mensen nooit kan vergeven ofzo. Nou, als iemand, oké. Okay. Je wordt... Maar bij 79 keer wel. Ja.
Is de maanlanding fake? Ja. Grappig dat echt... Jongens, stel mee. Iedereen over die maanlanding. Ik heb 7 gasten hiervoor gehad. Nee, er is sowieso wel op de maan al een keer geland. Maar, ja, maar de maanlanding die iedereen kent... Zeg maar, als je nagaat over wat voor strijd er was tussen de Russen en de Amerikanen... En hoeveel dingen er eigenlijk niet helemaal aan kloppen... Eigenlijk, ik zou het liefst... Ik denk ja, maar ik ben van overtuigd van nee. Weet je... Ik heb dus een complottheorie aflevering gemaakt waarin ik verteld dat ik het bestaan van de eerste maanlanding zeer betwijfelde. En toen heeft mijn oom daaronder gereageerd met, daar mag je echt niet over twijfelen. Vond ik wel grappig. Zou dat. Ja, maar inmiddels is het echt wel gebeurd. Maar ik weet niet of dat, zeg maar, ik kan bevestigen dat ik niet zeker weet of dat de eerste keer was. Maar oké. Top. Ja. Wat is je levensquote? Bok power. Ik ga een muurtje van laten drukken. Dan ga ik heel groot rondlopen met Bok Power. Oh, die wil ik hebben. Ja, heel graag. Ik ga het alleen verkopen. 50 euro per shirt. Ja, nee, gaan we echt doen hoor. Okay. Ik loop daar elke video mee rond dan. Ik ben die met Bok Power. Ja. Komt er nog een serieus antwoord of was dit dus? Dat was hem. Oké, nee. Bok Power, dat was mijn levensmotto. Waarvan zou je leven als zwerver? Ja, precies. Hoe bedoel je, van welk eten? Hoe hou je jezelf in leven als je zwerver bent? Als je gewoon liedjes gaan zingen of zo, lekker op straat. Oh, wat leuk. Oei. En dan een beetje... Ja, ik had nog een ander iemand die ging gitaar spelen op straat. Dus misschien dan moet je eerst een gitaar hebben. Hoe kom je aan gitaar? Dan moet je eerst zingen. Jatten. Nee, dat doen we niet. Excuses. Dat is mijn allergrootste leugen. Hoeveel geld staat er op je rekening? Op dit moment 500 euro. Dat is echt bizar. Maar dat gaat allemaal weg binnen nu in een week. Je moet Thaisee en zo betalen en allemaal. Ja, jij ging op Thaisee naar mijn verjaardag. Ja, examen ding, toch? Ja, en ja. Verjaardag. Oh, ja. Maar wel sorry. Maar volgende verjaardag kom ik wel langs, hoor. Dan geef ik je wel 2 cadeautjes. Daar komt ook echt zo... Je moet even gewoon... Geen context in deze video, maar gewoon alles stille momenten waarbij we handgebaren doen. Die moet je gewoon losknippen. Ja. Aparte video. Ik wil alleen maar... Krijgt. Hey, mensen die ik ken, volgens mij. Nee, ik ken ze niet. Gelukkig. Oké. Hoezo gelukkig? Omdat we hier tegen een camera aan het aanpijten zijn terwijl we bounties eten? Best wel hard, omdat ik hier in een bos zit, op een kleed. Hoezo? Dit is gewoon superleuk. Een vlog te maken. Nou, oké. Ja, het is wel superleuk. Wat een hardcore vragen zijn dit. Wat weet niemand over je? Welkom bij weer zo'n lange wachttijd als wat was je grootste leugen ooit? Nee, dan moet ik even nadenken. Ja, dat heeft iedereen bij. Die twee vragen denken mensen dat we er langs staan. Oh, wacht, je mag de andere vraag nog niet zien. Nu komen jullie te weten wat niemand weet over Dama, jongens. Ja, dat is lastig, want er is altijd wel iemand of zo die het dan zou weten. Nou, ik heb genoeg dingen die niemand over me weet. Ik denk wel dat de mate aan hoeveel podcasts ik luister, dat wel even iets heftigs is. Hoeveel ik luister echt makkelijk 2 uur per dag podcast. Kom je ook een keer te gast in mijn podcast? Vind ik goed. Heb je een podcast? Ik heb een podcast. Ik heb dus dat gedaan met Lucas. Ik heb dat gedaan met Sam Feijen, die ook mee was naar Schotland. Ja. En met Leon heb ik dat gedaan. En met Thijs Romein. Nou, die zijn nice. Allemaal langs geweest en die zijn dan 1,5 uur lang gaan praten over... dingen. Ja, ik open altijd gewoon mijn dag met een podcast. Dus ik eet mijn ontbijt terwijl ik naar een podcast luister. En ik poets mijn tanden terwijl ik naar een podcast luister. Ik bedoel, zo handig. Je kan alles doen tijdens een podcast. Ja, je speelt Minecraft tijdens je podcast. Haha, echt niet. Echt wel. Dat zit ik in de eerste. Oh ja, dat was eigenlijk nog wel iets wat ik wil zeggen. In de eerste speelde ik Minecraft. Oh ja, in de eerste was ik in de top 100 van Skywars gekomen op Minecraft. Op High Pixel? Ja. Ja, het was oprecht, het was niet heel groot. Oké. Dit wordt een gaming video. Ja. Maar ik ben er heel lang mee gestopt, want het is echt een kutspel. Oké. Wanneer was... Een stom spel. Een heel leuk spel. Een heel stom spel. Ik speelde dat met mijn neefjes van 3. Op je iPad zeker? Ja. Met scare voor de 20 euro editie. Ik heb daar destijds de 25 euro voor betaald. Oh. En toen gingen mijn ouders, nadat ik het 2 dagen had gespeeld, zeggen, je school gaat er zo onder lijden. En toen heb ik het 4 jaar niet mogen spelen. En toen vroeg mijn neefjes laatst, toen vroeg een tante laatst aan mij, mogen mijn neefjes even via Skype met jou Minecraft spelen, zodat ik weg kan? Dus toen
moest ik Minecraft weer maar gaan downloaden om via Skype met mijn neefjes Minecraft te gaan spelen. Dat ging zodat... Ja, toen gingen we gewoon samen bouwen in de wiel. Superleuk! Wanneer was je eerste kus? Moet ik de exacte dag zeggen? Dat weet ik niet. Ja, nee, dan ga ik de exacte jaar. 2 jaar geleden. Waarom schrik je daarvan? Omdat je sinds groep 8 geen verkering meer gehad heeft. Ja, dus? Nee, ik zeg niks. Ik oordeel okay. niet. Oh, ik word aangevallen. Ja, leuk. Oh, fucking hell. Sorry. Ja, nou, eng beest. Wie is je stomste familielid? Ik heb geen jokers meer, hè? Niet voor deze vraag. Maar... Jawel, maar, nee, maar als je nu nog een joker moet gebruiken, moet je die challenge doen. Gewoon van mijn hele familie? Ja. Leuk, echt best wel lullig om dit te zeggen. Waarom? Maar je mag ook nog een joker inzetten, maar dan moet je challenge doen. Dus. Mijn nieuwste neefje, want die ken ik nog niet. Vader of moeder? Wat? Vader of moeder, kijk, het staat hier echt. Oké. Okay. Kan ik een soort van goksysteem maken? Hoezo? Het is een vraag. Oké, dit is mijn vader, dit is mijn moeder. Mijn moeder. Love you, mom. Wie is het knapste van al je vrienden? Die ga ik opnoemen. Ja, maar zeg maar, je hebt heel veel verschillende soorten van knap. Nee. Ik vind eigenlijk mijn hele vriendengroep knap. Ik denk dat Suus, deze is voor jou. Ik denk dat Suus een van de knapste mensen die ik ken, denk ik. Graag gedaan, Suus. Perfect. Wat is je beste herinnering met mij? Deze hippe picknick. Nee, grapje. Bovenop de berg. Van de dat was zo leuk. Ik kende jou toen helemaal nog niet goed of zo. Nee, jou ook niet. Ja, jij dacht ook echt, wie is dit? Ja. Ja, maar het was wel ontzettend gezellig. Ja. Dat stukje komt nu in beeld. Hoi. Hoi. Ben jij nou mijn nieuwe vriendin? Ja. Ik haat mezelf al als editor. Dat is echt überhaupt was dat een heel ongemakkelijk stukje. Ja, maar dat kwam ook omdat ik sloeg echt gewoon zo mijn arm zo om jou heen, zo van loop niet weg. Ja. En toen zo, en jij stond daar. Ja, zeg maar, ik was echt alleen maar heel bang aan het lachen. Ja. Dan gaan alle podcasten waarbij mensen werden ontvoerd, dan slaan ze ook altijd eerst een arm om de persoon heen. Ik ben echt alleen maar aan het praten over true crime, dus echt iets mis met me. Oké, ga door. Wat is mijn allerleukste video? Vlog 100. Dat zegt ook iedereen. Degene jongens, stel even edit. Mee. Dat is 102. Oh, letterlijk. Daar wou ik nog over hebben. Dat ik letterlijk in beide mapjes heb ik de map Harme Frodo Vlog 102 genoemd. Oh, wacht. Ja. Harme Frodo Vlog 100 hebben wij samen opgenomen met Guido en Linda en toen. Ja. En toen uiteindelijk heb jij hem toch nog Harme Frodo Vlog 100 genoemd. Ja, maar dat is toch het kwam uit content uit Harme Frodo Vlog 100. Het was een bomkret. Nee. Ja, maar toen was Harme Frodo Vlog 100 toen al online. Ja, oké. Okay. Toen we die opnamen. Dat is additional. Oké. Nee. Het leuke is ook dat er echt 40 seconden van een zwart scherm op het einde zit. Dat is iets misgaan met editen. Dat staat ook echt op je YouTube-account. Ja, was dat nog 40 seconden beeldmateriaal dat weg is gegaan? Of? Nee, dat is niet weggegaan. Dat was gewoon zwart. Maar dat gebeurt tijdens het uploaden of zo. Ja, nee, maar ik heb daar gewoon die video's opgezet zodat je een afspeellijst aan kon klikken. Nee, maar daar ben ik het trouwens niet mee eens dat je beste video was. Ik vind je diss-track. Daar moet ik altijd heel hard om lachen. Welke diss-track? Gewoon al je diss-tracks. Want je zegt altijd gewoon, je zegt allemaal dishes en dan gooi je er gewoon volgens mij later een beat op, of niet? Stop nou met testen! Wil jij een keer een diss track met mij maken of zo? Ja hoor. Dan ga ik Harme Frode een diss track ga ik opnemen. En dat kan wel? Ja. Hoezo ga je nou meteen weer zeggen dat ik het slecht doe? Nee, je doet het hartstikke... Nee, maar ik vind het gewoon heel vermakelijk. En je edits zijn er ook altijd heel grappig, vind ik. Want dan loop je gewoon rond en dan zie je dat hele beeldscherm trillen. Nee? Je had er eentje, toen liep je gewoon rond, toen ging allemaal paarse vonken. Vond ik heel grappig. Ja, ja, nee, maar dat is die diss-track waar ik hieronder ook op gereageerd. Maar dat was echt, ik heb dus een tijd gehad dat er mensen hebben gereageerd op mijn diss-tracks met 150.000 abonnees en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat zijn mijn beste video's. Maar het nadeel daarvan was, elke video na die video die ik heb geüpload was, wanneer komt nieuwe diss-track, wanneer komt nieuwe diss-track, wanneer komt nieuwe diss-track. Maar uiteindelijk wordt het zo irritant, want je steekt 50 uur in een vlog met opnemen, editen, mensen vragen en dat soort dingen. En de enige reactie die er komt is, wanneer komt nieuwe diss track? Dus toen heb ik 8 maanden lang geen diss track gemaakt. En dat was de eerste, na die 8 maanden, die ik weer gemaakt had. En toen zag Tamar hem en toen dacht ik heb het voor het leven verpest. Nou,
geweldig. Graag gedaan. Wat was de minst leuke vraag? De minst leuke? Ja, van alle vijf te zien dan? Dat vraagt ook iedereen. Ja, het is niet dat ik al je vragen onthoud. Tuurlijk wel. Ananas op pizza. Oké. Dat is een kutvraag. Je hebt het wel binnen twee jokers gered. Dat is een stomme vraag. Waren dat alle vragen? Nou, dat is niet moeilijk. Had je verwacht dat we langer dan 3 kwartier deden over... Nee, maar het was eerder dat ik zeg maar, ik heb maar 2 keer een joker hoeven te gebruiken. Ja, omdat jij antwoordt op wie je stomste familielid is, met je neefje. Omdat jij vader of moeder beantwoordt met een goksysteem. Ja. Dat zijn allemaal valsspelen, is dat. Lucas... Het is geen goksysteem, hè. Het is allemaal van tevoren bepaald. Dat was nog grappiger. Lucas, die heeft dus vader of moeder, maar hij had geen jokers meer. En hij had zelfs wel 1 extra joker ingezet. En hij wou niet 2 challenges doen. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft een heel pleidooi gehouden met nee, het is niet dat ik de een minder goed vind en zo en de ander wel. En toen uiteindelijk zei hij, oké, moeder. Toen heb ik alles, dat hele pleidooi eruit geknipt en gewoon moeder erachter die vraag gegooid. Dus noor je vader of moeder en dan moeder. Ja, dit is super grappig. Ik vind het ook wel leuk. Ja. Ja. Nou, was dit de vlog? Dit was Picnic met Tamar. En we hebben niet heel veel. We moeten even nog een hippe banner maken. Ja, nee, we gaan nu even thumbnail maken. Hoe gaan we een thumbnail maken? Wacht even. Ik pak die van jou.